Ja, volgens mij zijn er allemaal tanks hier. Hé, hey, er was een tank. Oké, jongens, gaan we de video beginnen? Die stond echt recht voor me ook. Hè. Jongens, gaan we de video beginnen of... Dirk. Dirk. We kunnen ook gewoon de video beginnen met Dirk killen. Is dat een idee om een video te openen? Wacht even. Dit heb ik op te zeggen. Ik ga het even niet doen. Ik kill hem met een machete. Lekker. Nou, hey, dames en heren, welkom bij deze video. Zoals je ziet, we zijn hier met Mauro en met Dirk en we gaan inbreken Mauro bij... Mauro en Dirk. Mauro en Dirk. We gaan inbreken bij de legerbasis zo en we gaan met z'n allen samenwerken. Mauro, stap in, dan gaan we beginnen. Nee, ik mag eens Dirk nog een keer vermoorden. Oké. Ja, zijn jullie klaar? We zijn klaar. Oké. Ik heb twee sterren politie. Waarom? Zou dit werken? Nee, dat werkt niet. Oh. Maar waarom heb je... Bel even Lester. Bel Lester. Nee, die zijn er bijna kwijt. Skeren, man. Ik heb nu die stem. Nee, we gaan Dirk niet overrijden. Dirk die heeft ook gewoon kinderen en zo. Ja man, ik heb kinderen. Van je moeder. Oké, Dirk, we werken niet meer samen met jou. Succes ermee, we zien jou zo meteen wel aan de top van die toren. Want dat is trouwens het idee, jongens en meisjes die nu kijken. We gaan inbreken in dat mooie torentje wat we daar zien. We gaan helemaal naar boven, we gaan helemaal naar beneden en we gaan niet dood. En gaan we dat wel, dan beginnen we opnieuw. En lukt het niet, dan gaan we improviseren. Oh, ik heb leger een beetje achter me, weet ik wel, Lester. Wauw, dit is echt een van de hatelijkste dingen die ik kan doen in de video. Hey. Eten. Wat de... We zijn binnen. Welke berg moet ik eigenlijk hebben? We zijn binnen, later Dirk. Maakt niet uit welke berg. Gewoon deze keer rij ik. Komt goed. Ik spot voor deze. Oké, ik heb een mooi idee. Volg de Nederland zitten, die is kut. Ik heb zo'n research gedaan. Jongens, één ding. Jullie weten dat ik dit nooit ga overleven. Dat is het hele idee dat jij meedoet. Dat je het niet overleeft. Dat is leuk om te zien voor mensen. Mauro, kom je dan naar binnen? Je weet wat leuk is. Ze krijgen alleen mij te zien tot naam dat ik dood ben. Ja, dat is wel jammer een beetje. Kom. Ja, ik ben al binnen. Kom, we gaan naar boven. Gewoon first try, Mauro, first try. Fuck this shit. Helemaal naar boven? Helemaal naar boven, echt. Helemaal naar boven. Er zijn mannetjes daarboven nog en die moeten dood. Want die hebben informatie die we willen niet dat ze dat hebben. Holy fuck! Tank. Wat is dit? 3 tanks en ik ben dood. 3 tanks! Nice, Dirk. Lekker bezig. Lekker bezig, Dirk. We zijn trots op je. Oké, we zijn trots op je. Weet dat. Hoe ben je? Waarom ben je zo snel? Ik ben niet zo snel, oké, laat maar. Als je in first person gaat, ben je 10 keer sneller. Ja, maar ik ga niet in first person. Nee, ik echt. Ik ga niet in first person, ik heb geen zin in. Ik quest daar even boven. Ja, oké, doe je best, Dirk. Dan gaan wij... Bijna boven. Ik je bent er niet eens halverwege waarschijnlijk. Hey, aan welke kant? Jawel, ik ben al bijna boven. Ik ben boven. Ik zie hier geen mannen. Niet? Ja, niet op de eerste plekje, op de tweede plek zijn waarschijnlijk wel mannen. Nee, s'avonds zijn er geen mannen hier trouwens. Oh, dat is handig. Helemaal niemand hier. Ricardo, jij kiest echt de perfecte tijdstippen op voor je video's. Ik heb helemaal geen tijdstip gekozen. Er is helemaal niemand. Holy shit jongens, er zit een Hydra boven me nu. Ook niet nog hoger? Nee, er zit helemaal niemand. Er zit een Hydra nu boven mij. Nou, we zijn in ieder geval boven. We moeten even wachten op Dirk, even kijken, lachen wat hij aan het doen is. Worden we dan bestopt op een helikopter? Ja, dat kan. Ja. Gewoon terugschieten. Nee, ja. Ik ben aan de verkeerde kant van de hek. Ik neem. Later, Dirk. Is die helikopter neer? Nee. Dit is naar een ander wapentje.
Ik heb ooit hier een helikopter neergehaald. Ik weet dat het kan. Ik heb een dude neergeschoten. Wie schiet er? Hou eens op, Job. Oh, sorry, Maro. Ik heb autolok op jou, is niet leuk. De autolok uitzetten. Wauw, die helikopter die gaat weg. Ja, zo, die stoot. Is er niet in? Ja, dat is goed. Maar nog meer. Dus nu is het even wachten op Dirk eigenlijk, hè? Kan prima. Even kijken. Ik ga gewoon een homing launcher gebruiken. Doe je best. Als jij dat even doet, maar dat vind ik prima. Ik bedoel, ik vind het een goed idee, hoor. Ik zou hier wel tussen hier gaan staan. Dat is ook. Gaan we even kijken hoor, hier binnen. Dirk, ben je al binnen? Nee. Maro, er is ook een lift. Ik stond op blauw. Dat weet ik, maar die lift doet het niet. Nou. Kijk maar, je kan in een lift gaan, maar er gebeurt het niet. Meer kamertjes. Maro, wat doe je? Maro. Waarom, Maro? Waarom? Het is per ongeluk. Je moet niet zo dicht bij me staan. Jij moet er gewoon niet dicht bij mij staan. Ricardo. Ik stond er eerst. Oh, gezellig. We gaan gewoon gezellig naar binnen. Jongens, het is mooi. Zijn dat hier? Nee. Wij zijn een witte auto. Ja. Daar, ik zie jullie springen. Wee! Oké, Mara, waar ben jij? In het hoofd. Oké, dan rijden wij er ook heen. Helemaal goed. Hopelijk staan er geen 50 man omheen, omdat jij erin zit nu. Waarschijnlijk wel. Jawel, jawel. Ja, eerst had alleen al een Liberator. Ik stap gewoon nu uit en begin gewoon te lopen, want... Oei! En ik ben binnen. Dirk, ben je binnen? Ja. Nice. I don't kill. I don't know. Need revenge. Ik ga niet dicht bij jou staan meer. Slim idee. Ik heb een idee. Jongens, je wil niet in deze kamer zijn. Maro, ga hier weg. Ik heb Maro. Nee, schiet op. Oké, ik ga deze ruimte even verlaten. Maro, daar wil je niet in. Oh, holy shit. Even kijken. ik ga maar even. Lekker bezig. Hey Dirk, heb je de andere ruimte ook gezien? Zijn hier twee kamers, hè? Ja, kom eerst hier naar boven en dan laten we die bordjes zien. Dit is hoe het eruit ziet. Boven verdieping. Op de ramen kan je als je even uit de weg kan, op de ramen kan je poterkaart eieren spelen. Wacht even. Ricardo, ga jij het doen? Ik ben Kruisje. Ik doe het lekker niet. Ik heb gewonnen. Ik had het gewonnen, dat is smerig. Ik ga naar beneden, let's go. Oké, maar ik vind het wel leuk om te doen, jongens. Ik hoop dat onze viewers, onze één viewer die altijd naar onze video kijkt, heel trots, dat die blij is met deze video. Jongens, deze kamer ga ik ook opblazen. Ik ga meehelpen, ik heb een molotov. Maar geen molotov. Tenminste, niet tot ik eruit ben in ieder geval. Ja, dus... Oh, de lift gaat elke keer echt open. Dirk, je wil hier weg. Je hebt gezien hoe het was, toch Dirk? Ja. Niet mijn keer. Ik blaas het op. Oh, ik ben bijna dood. Vuurtje, ik riep hem. Nou jongens, hebben we goed gedaan. Fort zijn kudo. Handlussers. Oh nee. Ze lopen bijna neer. Dat was niet de bedoeling. Oké, we gaan piepen hem. Zullen we weer naar boven? Zullen we weer naar boven? Oké jongens, ik vind het prima. Waarom wil je naar boven, Dirk? Moeten we dat ook nog opblazen? Zin. Ja, dat we dan nog kunnen opblazen. Jongens, heeft iemand een mine neergelegd? Nee. De korte piep. Is dat een van jou? Nee, ik heb geen mine neergelegd. Ik heb geen stickies over. Ik heb ze allemaal neergelegd. Dus? Ja, is dit een volledige fucking...
Kut, Dirk, je hebt wel mooi neergelegd. Wat is het nou, Dirk? Wat is het? Oh, daarom wilde die weer naar boven. Ja. Hey, we gaan er wel uit met de Liberator, hè, Maro? Ja, natuurlijk. Volledig. Ik ga met jou mee. Spencer Martin en dat soort shit. Oké, ik ben binnen. Hoe moet ik hem binnenkomen? Nee, ik ga meteen dood als ik dat probeer te komen. Staat hier stom muziek aan in die auto's altijd. Oh kut, ja dat bedoel ik. Echt, er zijn 500 mannen. Kleur, wacht op mij. Ik ben bijna beneden. Ik kan rustig langs ze heen rijden gewoon, hè. Dat boeit er echt helemaal niks. Nee, ze zijn allemaal op mij gefocust. Shit, sorry. Ik heb echt een auto recht voor de deur geparkeerd, Dirk. Allemaal. Zoek het erop. Ik ben binnen. Ik ben bijna beneden. Oké, dan komen wij er weer aan. We komen er gewoon aan. We doen het maar ook. Toren in, toren uit en gewoon piepen. Oké. Oeh, oeh. Hey, die jongens, ga eraan. Dat stond hier een leven te krijgen. Ik ben dood. Ik ben even oorlog aan het voeren. Hey, is dat een Liberator? Oh, jij ook hier. Ik ben ook dood. Ja, hey, bedankt man. Kut leger. Dit is je eigen schuld, man. Nee, komt toch het leger? Een parkeren hun auto's daar. We gaan er opeens stilstaan. Oké, we doen dit, oké, jongens. Hé, jongens, zullen we gewoon die hele tip-tip-tip skippen? We zijn erin gehaald, dus alleen even staat voor ons genoeg. Zullen we gewoon... We gaan dit doen als een baas, Dirk, niet op de noob staan. We gaan niet uitchicken zoals jouw stijl altijd. Zoals smeren altijd. Oké, we hebben een plan, hoe we zeg maar iedereen bij de deur wegkrijgen. Ik zeg kom maar tegen. Ik zeg schieten jullie nu. Oeh, dat zijn de mannen. Pas op voor dat ding! Ik ben binnen! Nee, ik heb dood! Ik ben letterlijk binnen. Oh, hé, er is nog een kamer. God. Training room. Ja. Sorry, jongens. Hoe is dat op de gastank? Ik heb niet op een gastank geschoten. Oké, ik ben ook dood. Ik kan gewoon mijn autolok gebruiken, fuck die shit. Oké, nu ben ik in de legerbasis. Oké, wij ook. Let's go, mate. Let's do this. Oké, we zijn een team. We zijn echt een team. Van, Kut, SWAT team. SWAT. Dirk. Oh, shit, ik heb een plan. Ik heb een plan. Als we nu dood gaan, hebben we een plan. We zien het. Ik ga naar boven, ik sprint naar boven, echt waar. Ik ben ook binnen, we zijn alle drie binnen. Oké, jongens, nice. Nu is het plan, hoe komen we weer naar buiten? Ik ben naar boven gesprint, in het trappenhuis komen ze niet, hè jongens? In het trappenhuis komen ze gewoon niet. Nee, in het trappenhuis komen ze gewoon niet. Oké, zullen we even weer onze levens erbij halen? Ah, ik ben niks verloren. Oh, ik ben helemaal mijn levens kwijt, maar het komt ook omdat de politie achter me is. Hé jongens, hadden jullie de trainingkamer ook bekeken daarnet beneden? Ja, die had ik nog gezien. Maar die is dicht bij mij. Vind ik eng. Nee, ik denk niet. Maar die gaat er door de deur. Niemand, maar jou zat. Dirk staat ervoor. Dirk, aan de kant. Oké, we gaan lopen. Ik ga naar de trainingsruimte. Oh. Dirk! Serieus, Dirk? Sorry. Dat ging niet. Dit is de tweede keer dat me dit gebeurt nou, hè? Ik kan hier echt, ik ben echt zo klaar met jullie. Dirk! Ik ben weer binnen. Alweer. Zoveel geld is dat dit me kost. Is niet grappig. Jongens, ik kom.
Ik kom alleen mijn Liberator op aan het leger, oké? Okay? Waarom kom je direct? Kom binnen. Ik kan vliegen. Hoe kan jij vliegen? Met een auto. Ik ga echt af en toe even blijven. Pas op, ik kan niet binnenkomen. Ik ben weer dood. Ik probeerde voor de deur te parkeren, maar stond zo van man. Ja, gaan we ieder voor dichter? Nou, het is meer dat ik gewoon al, zeg maar, binnen ben. Ja, ik zie je vliegen. Inderdaad. Dirk, als je dat kan, rij een beetje achter mij aan. Jongens. Oh, ik heb echt net niet genoeg zelf. We gaan een selfie maken in de toren. Oh ja, zo leuke voor de... voor de thumbnail. Ja. Oh, misschien doe ik het wel gewoon met wat we... Terwijl we staan te kloten bovenop de... Liberator. Dood. Ben. Ik ben in de Liberator. Jullie kunnen de vertering krijgen. Ik diep hem. Shit. Oké, jongens. Try number 1999. En ik ben weer binnen. Ik denk dat ik maar gewoon een paar van die mannetjes ga killen. Ben ik klaar mee. Ik ben echt helemaal klaar met ze. Oké, er zijn die mannen boven hier. Gaan we vliegen. Wee! Ik ga het kijken op deze. Volgens mij zijn er allemaal tanks hier. Hey, er was een tank. Niet, maar Maro houdt je tegen. Ik heb... Hallo meneer met shotgun, die me net niet op me schoot. Oh, kut. Okay, jongens, Maro, ik ben ook binnen. Oh, jij bent het. Hallo. Hi. Wat doe je? De insurgent staat voor de deur geparkeerd, dus... Hey, let's go. Hurry. Man met shotgun. Wauw, jongens, ik ben kut! Is buiten. Dat was echt slecht, jongens, dat was echt slecht. Bedankt, Rockstar! Nee, Rockstar, we houden van je. We haten je niet, echt niet. Dirk misschien, maar wij niet. Nee, ik ga even laten. Oké, dus wat gaan we doen? Gaan we er gewoon uitspringen of zo? Of gaan we de toren weer in? Of gaan we. We zitten in de legerbasis. Ja. Ik heb geen idee waar ik heen rijd. Oké, okay, maar ik ga even nadenken. Maar ik moet snel nadenken. Ik dacht dat je snel instapt. Oké, snel de insurgent in. Ja, je stapt de insurgent in. Zeker, zit je nou? Maar ja, als je ook niet lukt, dan kan je achterin. Oké, maar ja, die zit in de shit. Ga maar naar dat nattige stuk, weet je wel, naar dat legerbasis. Oh, daarmee. Hier, snel. 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 Wat doe je? Ik ben ingestapt. Gewoon binnen. Dat is... we moeten misschien maar niet ruzie zoeken met het leger. Dat is een beetje te laat. Leger, het spijt ons. We gaan al weg. Het spijt ons. Sorry. Sorry. Niet zo'n post te doen. Jezus, man. Flippen hem helemaal. Ik kan hem wel een keertje vragen nemen. Maro, kom naar binnen. Heel snel. Hier is de jump. Oké, de jump werkt niet met een insurgent. Nee. Let me een probleempje heb. Hoe komen we hier uit, Maro? Plan B, ik ga landen op de legerbasis en jullie stappen zo snel mogelijk in. Ja. Want dus probeer ik die jump nog een keer, hoor. Ja, probeer jij ondertussen maar te landen, want het gaat toch niet lukken.
Oh, hey, we kunnen wel de jump doen, maar ik denk niet dat we genoeg snelheid hebben. Oké, ik ga nu landen. Landen, Dirk. Oh, wacht. Just... Oh, hey, Dirk. Ik zat eruit, hoor. Ik ben slim, ik ga sowieso dood. Ja, ik ga ook dood. Wat? Mijn land... Dirk, wat doe je? Dirk, je kilt me zo wat, man. Ik zie een beetje weer weg. We stapten net bij, we waren onderweg naar je helikopter, maar vlieg maar even weg of zo. Ik probeerde het gewoon, oké. Okay. Ik heb dromen. Ik heb een idee, als ik genoeg snelheid pak, heb je helemaal naar het einde van de hoe heet het toe rijden. Ik ga heel snel snacks eten. Inventory. Snacks. Maar hoeveel health heb je nog? De helft, ik heb de helft, maar ik heb geen snacks. Oké, heb je body armor? Ik wel, dat is goed. Heb ik even ook aangedaan. Dat is handig. Ik ga mijn missus maar aanzetten. Super heavy. Oké, we doen dit maar wel, we doen dit. Snelheid maken met die auto. Ik weet niet of dat een goed idee is. Maar hij moet zelf weten. Je moet zelf weten. Jongens, ik heb een klein probleempje. Wat? Ja, dit zou jullie niet leuk vinden. Je bent gecrashed. Nee, mijn helikopter viel uit. Mijn helikopter is niet Carlo. Nee. Waren er een beetje. Moeten meer naar rechts sturen. Ja, okay, wacht even. Het gaat me niet lukken om op de search te landen, jammer. Ben je binnen? Nee, ben je in de... Hij zit aan de andere kant, aan de andere kant. Wat ga ik doen? Aan de andere. Let's do this. We gaan het gewoon doen. We doen het. De Voltic is perfect. Ik weet dat hij perfect is. De Voltic is niet perfect. De Voltic is perfect. Hij gaat de stunt halen, oké? Okay? Met de Voltic gaat het lukken nu. Oké, first person. Ga jij lekker in first person, Maro. Dat ben ik ook. Ik zie niet wat er gebeurt. Oh jawel. We vliegen. Go Ricardo, in de toren, toch of niet? Nee, we zijn vaak genoeg hier geweest. We komen hier gewoon kloten nu. We komen hier nu gewoon in en uit. Kijken of dat wel lukt. We zijn nog geen één keer uitgekomen.